Ja, 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 hier zijn we weer hoor, dames en heren. Waarschijnlijk herkennen jullie dit huisje wel, maar dit is een nieuw huisje dat Harm hier in de desert ergens heeft neergepleurd. Hij is zijn village nog verder aan het uitbreiden. Maar Harm en Naomi zijn op dit moment beide online op de server. Dus het leek me wel even lachen om ze te bespioneren. Even gluren wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik heb trouwens geen flauw idee waar ze zouden kunnen zijn. Ze zouden in de nether kunnen zijn, ze zouden kunnen stripminen. I don't know. Oeh, zien jullie dat? Ik zie Naomi haar naam. Ja, 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 dat is Naomi toch? Ja, daar staat Naomi de Groot. Oké, maar waar is Harm? Ik ben de hele tijd gecrouched, dames en heren. Dan kunnen ze mijn naam niet zien. Oh my god, ik zit echt f***ing dicht op Naomi. Oh nee, abort mission, dames en heren, wegwezen hier. Oh no, bro, oh no. Nee, ah, ik wil niet weg. Oké, wacht, ik heb een idee. Ik moet een golden carrot hebben en zo'n ding, fermented spider eye. En dan kunnen we invisibility potions maken. Maar heb ik nog carrots? Ja hoor, 5 carrots. Alright, even wat goud pakken. Yes, yes, yes. Allright, dat moet je met nuggets doen, of niet? Even koekeloeren. Moet het met nuggets? Ja hoor, we hebben golden carrots. Dan hebben we waarschijnlijk ook nog even glass bottles nodig. Waar heb ik die allemaal heen gepleurd? Liggen die beneden? Oké, weet je wat? Ik maak zelf wel even een paar glass bottles. Hey, there we go, 15. Oké, ik heb er even een paar vol gegooid. Oh ja, wacht. Dit was ik nog helemaal vergeten te vertellen. Ja, dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gezien. Harm heeft mijn hele huis omgebouwd. Oh, what the fuck? Schiet er nou iemand op mij? Er worden pijlen op me geschoten en het zijn vuurpijltjes. Ja, Harm staat daarachter. Het smerige rotjoch. Ik ben nog invisibility potions aan het maken. Op sodemieteren. Het lijkt zo f***ing hard, die pijlen. Hoezo lijkt dit zo hard, joh? Nice, dit is echt een high quality combat. Ah, Harm, op sodemieteren. Ik wilde net vertellen over het feit dat je mijn hele huis aangepast hebt. Ja, ik ben tussen de afleveringen. Nee, Naomi is hier ook. Laat me met rust. Nee, 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 nee. Oké, wacht, ik heb een ideetje. Ik moet zo snel mogelijk naar water zien te komen. Ik heb mijn trident en daarmee kan ik wegvliegen. Op rotte, Naomi. Nee, laat me met rust. Oké, Naomi is weg aan het rennen. Harm zit volgens mij nog wel achter mij aan. Of niet? Nee, ik zie Harm hier ook niet meer. Oh, wacht. Hier kan ik wel chill eventjes omhoog knallen en een beetje gluren wat ze aan het doen zijn. Surprise, motherfucker. Ah, nee, 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 nee. Hij staat daar op de hill. Oké, wacht. Zo, en dan... Jeet! Ja! Oh, de trickshot! Oké, we moeten hier weg. We moeten hier weg, dames en heren. Let's go. Nu in dit watertje. 3, 2, 1. Woep! Oh my god, kom maar. Hoppa. Oh, de lag arrow. Oh, ik sprong op het land. Oké, abort mission. We moeten weer rennen, we moeten weer rennen. Ga even wat voedsel eten. En 3, 2, 1. Nee, volgens mij miste ik ze beide. Come on. Hij heeft me geraakt. Oh my god, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Nee. Ik dacht dat ik hem zo hard aan het outplayen was met die trident. Nee, Naomi, laat me met rust. Nee. Oké, ze ziet me niet, ze ziet me niet. Ik ga er achterlangs rennen. Snotjong, zegt ze. Laat me met rust, joh. Harm zegt, kom je spul maar snel halen. Oké, ik denk dat ze me wel even met rust gaan laten. Ja, er staat iets op de server of zo, waardoor items sneller despawnen. Dus we moeten even rennen, dames en heren. Ja, 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 ja. Oké, in ieder geval, we werden even keihard onderbroken. Ik had het nog over het feit dat Harm mijn huis compleet omgebouwd heeft. Ja, ik was tussen de afleveringen door ook al eventjes met wat dingetjes bezig. En toen zag ik het al. Maar ik vind het eigenlijk een best wel vette verbetering. Het is gewoon een mooie verandering van het huis. Ik vind het wel prima. Ik ga het niet terug veranderen. Oké, Harm zegt probeer maar niet weer een beetje sneaken. Hij moest eens weten dat ik op dit moment invisibility potions aan het maken ben. Alright, hey, we zien. We moeten de water bottles erin gooien. En dan moet ik zeker eerst een awkward potion maken, of niet? Ja, 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 ja. Dan moeten eerst even wat nether wards in gemieterd worden. Oké, nu hebben we awkward potions. Dan moet de golden carrot erbij gegooid worden. En daarna moet er nog zo'n fermented spider eye bij gegooid worden. En dan wordt het volgens mij een invisibility potion. Alright, nu hebben we night vision. En dan gooien we de fermented spider eye erbij. En als het goed is, wordt het dan invisibility. En dan kun je er geloof ik nog redstone bij mieteren. En dan duurt de invisibility langer of zo. Alright, ik moet wel even goed gaan oppassen dat ik dan niks in mijn handen heb. En dat ik mijn armor ook allemaal uitdoe. Anders hebben ze het natuurlijk meteen door. Alright, redstone er nog bij. Yes, dit is invisibility. Very nice. Oké, ik ga even op het internet opzoeken hoe ik een damage potion maak. A few moments later. Oké, blijkbaar als ik gewoon een awkward potion maak. En daar spider eyes bij pleur. Dan wordt het van die poison.
poison potions. En ik geloof dat je met gunpowder ze dan throwable kan maken of zo. Bruh, ik weet het allemaal niet. Oké, awkward potion. Dan gooien we daar die spider eyes bij. Yes, yes, yes. Oké, de invisibility kan eerst hier wel even heen. Hoppakee. Ik ga trouwens nog meer glass bottles even vullen. Want ik wil denk ik ook nog een swiftness potion maken. Zodat ik snel weg kan rennen. Dat is misschien ook wel even zo handig. Even zien. Potion of poison. Yes, yes, yes. En dan gooien we daar nog gunpowder bij, man, bro. Alright. Ja hoor, splash potions. Alright. Kun je het effect dan ook nog langer maken met redstone? Ja. Hij is bezig. Alright, we moeten echt even meer brewing stands hebben trouwens. Oké, ik heb toch niet super veel clerics. Dus ik kan wel even 2 brewing stands hier weghalen. Thank you very much. Oké, hero en hero. Nu kunnen we net even iets efficiënter met de brewing stands bezig. Alright, ja, we moeten eerst weer awkward potions maken. Dus dit kan hier wel even in. Blaze rods maak ik even wat powder van. Nee, ik heb een progeluk eentje gegooid. Harm is ook niet meer online. Alleen Naomi is nog online. Oké, we moeten snel beginnen met het plan, dames en heren. Anders is Naomi straks ook niet meer online. Als het goed is, ja hoor. Ik ben nu helemaal invisible, dames en heren. Oké, dat broodje moet ik ook niet vasthouden. Oké, nu moet ik alleen Naomi zien te vinden. En then we Gucci. Hoe lang heb ik dit trouwens? 8 minuten. Alright. Oh, ja. Hoe ga ik binnenkomen zonder dat ik geluid maak? Oké, wacht. Ik ga eerst gewoon dit doen. Oké, ze heeft sowieso het eetgeluid gehoord. Ja, ze komt omhoog, ze komt omhoog. Heeft ze door? Ja, ze ziet die particles of niet? Godver, waarom lukt helemaal niks? Oké, rennen voor ons leven. Ze weet niet waar ik ben. Oh my god. Ja. Oké, ik ga nog zo'n poison of wat gooien. Was die raak? Nee, die was mis. Nee, rennen. Iedere keer als ik gewoon een klein beetje ga bewegen, dan raakt ze me meteen weer kwijt. Want die particles die er vanaf komen, die zijn gewoon te klein om de hele tijd te bekijken. Alright, ik ga mijn pijlenboog pakken. Ze gaat weer naar beneden. Wat doet ze? Ze heeft net ook een gat in het huis gemaakt. Wat is ze allemaal aan het doen, joh? Even zien. Deze. Yes. Nee, ze heeft het. Nee, ik ga nu ineens. Oh my god. Tuurlijk, ik heb geen armor aan, dus ik ben ge-one-shot. Oh, ze lacht mijn finale uit. Ja, ik had ook even moeten opletten. Dit had ik kunnen verwachten. Oké, ik moet onopgemerkt proberen mijn terug te vinden, dames en heren. I got this. Oké, I got this. Ah, nee, Naomi staat daar. Ze ziet me niet. Items, rennen. Come on, spulletjes aantrekken. Oké, nu ben ik sowieso geen one-shot meer. Hey, waar is mijn trident? Oké, ik heb trident in de chat gezegd. Zou zij mijn trident hebben? Of zou Harm die net gestolen hebben toen ik doodging? Oké, ik ben gauw weer invisible gegaan. Naomi zei in de chat dat zij van niks weet. Oké, dit is wel een klein beetje... Ah, dit is zo mooi met zo'n invisibility potion. Oké, nou in ieder geval, Naomi zei dat ze van niks weet. Misschien heb ik mijn trident ook nog wel gewoon thuis ergens. Ik ben gauw even naar huis geteleport trouwens. Het zou maar zo kunnen dat Harm die gestolen heeft. Ik hoop niet dat hij op de grond is blijven liggen en dat hij gedespawned is, man. Dat zou echt top zijn. Naomi zegt, wat heb ik jou ooit misdaan, sad smiley. Oh, ze is waarschijnlijk helemaal paranoïde en denkt dat ik nog steeds invisible daar aan het rondlopen ben. Naomi, geen zorgen, ben ik niet meer. Ik ben inmiddels gewoon naar mijn eigen huisje gegaan. Oké, ik weet dat Harm nog steeds na 100 afleveringen niet een trident gevonden heeft. Dus in eerste instantie ga ik er niet vanuit dat ik hem kwijtgeraakt ben. Maar ik ga gewoon uit van diefstal, oké? Pure diefstal. Dat joch is gewoon jaloers dat hij niet kan rondspringen met een trident. In ieder geval, we zijn al een tijdje aan het opnemen. Dames en heren, de comment wall. Oké, vandaag komt niemand minder dan de enige echte. The man, the myth, the legend. Sepp. 06. Oké, wacht. Ik moet eerst even zo doen. En dan Sepp 0606. Hoppakee. Ja hoor. Hij of zij commenten. Jeroen. Je moet echt even een keer die muur afmaken. Nou, dat is inderdaad waar. Ik heb al heel lang een soort van nog niet eens een halve muur staan. Maar zoals jullie hier al kunnen zien, ben ik offscreen even een tijdje bezig geweest. Ja, ik was ongeveer tot en met hero. En de rest heb ik helemaal doorgebouwd tot en met... Ah, nee toch. Ik ben erin geflikkerd. Ja, maar tot en met de andere kant van de berg bijna. Oké, nou, zoals jullie kunnen zien loopt de muur hier ook nog helemaal langs. Ja, dit loopt nog wel een stukje door. Tot en met het platform wat ik daar heb gebouwd ongeveer, want daar moet ik eerst een berg van bouwen voordat ik er een muur omheen kan zetten. Dus dat is ook nog iets wat gedaan moet worden voordat de muur afgebouwd kan worden. Ik ben benieuwd of ik dat een beetje kan doen, dames en heren. Ik heb om heel eerlijk te zijn nog nooit in mijn leven geprobeerd om een berg na te bouwen. Dus misschien is het een net iets te ambitieus project. Ik weet het niet. Slash home water temple. Dames en heren, hier ben ik ook een aardig tijdje mee bezig geweest, hoor. Er is echt belachelijk veel werk gedaan met het zand. Op dit moment ben ik ook bijna door mijn zandvoorraad heen. Ik heb ongeveer nog 1 dubbel
dubbele kist. Nou, net iets meer dan één dubbele kist wel. Aan zand over. Maar het complete grote vierkant eromheen is nu af. En ik heb de eerste 9 gaten ook al helemaal leeg gemaakt. En ik heb hier in het midden ook al wat muurtjes neergezet voor de toekomstige hokjes die er nog allemaal moeten komen. Hey, we making very good progress over here, man. Ja, ik wil er eigenlijk gewoon iedere aflevering eventjes mee knutselen. En tussen de afleveringen door ook telkens een beetje knutselen. En op die manier kunnen we dit project echt wel binnen een paar afleveringen afkrijgen als het goed is. Maar wat nu wel helemaal kut is, is ik heb mijn trident niet meer. Dus ik kan die vissen nu ook niet meer makkelijk doodmaken. Jongen, jongen, oké, wacht. Naomi is niet meer online. Ja, als Harm hem gestolen heeft, dan heeft hij hem sowieso denk ik in zijn inventory gehouden. Want hij weet dat ik hem uit een kist kan stelen zodra hij weg is. Oh ja, dit is trouwens ook nog een dingetje. Hieronder moet je ook allemaal muren bouwen. Maar zoals jullie kunnen zien, heb ik hier ook al een klein beetje wat muurtjes gebouwd. Even zien. Ja, hier kun je nog doorheen. Niet super interessant eigenlijk. Het is gewoon fucking fabriekswerk. De hele tijd zand plaatsen. That's all you're doing. Alright, even zien. Hier moeten we erin. Yes, yes, yes. En dan is hier het refijn. Alright. Hey, er zit ook goud. Very nice. Maar hier komt een cobblestone bruggetje. Ja, ja. Ah, nee. Dat naar beneden gezogen worden is wel een stukje lastiger als je geen trident bij je hebt. Nee, daar gaan we weer. Oh, ik kan echt niet normaal even een muur bouwen hier, oh. Ik wil gewoon even een muurtje bouwen, oké? Dan ben ik weer weg. Oké, we zijn bijna klaar met het onderste muurtje, dames en heren. Laten we hopen dat we niet naar beneden gezogen worden. Even zien. Hop, hop, hop. En het laatste beetje hier, oh. We kunnen weer naar boven. Hoppakee. Nee! Oh. Ik wilde net boos gaan doen. Oké, ik ga deze complete muur nog even afbouwen. En dan hebben we voor deze aflevering wel weer genoeg geknutseld aan de onderwatertempel. Er zijn daarnaast nog zoveel andere dingen die ik wil fixen. Ik moet traden met villagers om ze te level uppen. Ik moet nieuwe professions in mijn village gaan krijgen. Zodat ik bijvoorbeeld, nou ja, een cartographer kan fixen. En een map naar een woodland mansion kan kopen. Al dat soort dingetjes. Oké, bruh, ik word hier echt helemaal kapot gemaakt. Kom maar neer. Ik moet ook gaan stripminen. Want bijvoorbeeld mijn armor is nu alweer bijna kapot. En ik heb niet superveel diamonds meer. Misschien is het ook wel tijd voor een Minecraft Week 2.0. Als jullie dat graag willen, dan moet ik natuurlijk wel heel veel support krijgen op deze video. Dus je moet... Fuck! Nee! Oh, bruh! Nee, er ligt allemaal water op de grond. Ik wilde trouwens nog zeggen dat jullie dan allemaal even moeten abonneren. Ik wil massale abonneegroei zien, oké? Liken, commenten, even zeggen van... Hey, Jeroen, doe nog een keer een Minecraft week, lul. A few moments later. Ik ga kijken of de trident ergens in een kist zit. Waarschijnlijk is hij niet zo dom om hem in een kist ergens neer te leggen. Maar zonder die trident is het werken bij die tempel echt zoveel kutter, joh. Die trident die one-shot zowat al die beesten. I need my trident, man. Oké, hierboven zit sowieso een geheime voorraad met... even zien. Oh, hier heeft hij ook nog allemaal mending en efficiency. Bruh. Harm heeft sowieso nog meer geheime kisten waar ik het bestaan niet van af weet. Dus als een van jullie nog iets van een geheime kist weet te vinden in Harmse base, let me know, oké? Oké, Harm, hier is de deal. Iedere dag dat ik mijn trident niet heb, ga ik een van die vossen van jou op zijn muil tikken, oké? Dit is voor de eerste dag. Hoppakee, neer. Ja hoor. Oh, wacht. Hier buiten staan ook nog kisten. Zit hier ergens een trident? Nee, hè? Nee, nou, ik weet het niet, dames en heren. Misschien moet ik ook wel een nieuwe trident gaan fixen. Ik heb geen flauw idee. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je video leuk? Blauw duimpje omhoog. Abonneren en dat soort dingen.